Dit is de SPV-podcast onderweg van de VNVN-SPV, van en voor de sociaal-psychiatrische verpleegkundige. Richard Touw is SPV en hij gaat het land in om in contact te komen met zijn collega's. De SPV kom je overal tegen in de GGZ. Wat doen ze eigenlijk? Wat inspireert hen? En wat is hun passie? Daar gaat Richard over in gesprek. Welkom bij de podcast, de SPV-podcast onderweg. Vandaag zijn we bij de GGD Gelderland Zuid in Nijmegen. En ik heb voor deze aflevering van de podcast twee bijzondere mensen tegenover me zitten. We hebben tegenover me zit Wendy Broeren. En wat ik daarover gelezen heb in de voorbereiding is dat zij misschien wel de meest betrokken straatzuster van Nijmegen is. En dat is Wendy. Dag Wendy, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, dit wordt zomaar gelijk gezegd over jou. Ja, mooie aankondiging. Niks meer aan toe te voegen. We komen altijd op de werkplekken. Hè. Vandaar dat we bij de GGD zitten, hier in Nijmegen. Ik heb gezien bij de voorbereiding dat je in 1990 heb je de HBOV gedaan. Klopt. HBO-opleiding. Ja. Want toen ben je ooit gestart met de keuze te maken van, hey, ik wil de zorg in. Klopt dat? Of was daarvoor ook al wat aan de hand? Daarvoor was er ook al wat aan de hand. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, had ik auditie gedaan voor de Toneelacademie in Maastricht. Okay. Maar had ik carnaval gevierd. En was ik niet goed bij stem. En toen moest ik op het podium zingen. En toen hebben ze me na 3 dagen gezegd van, dat ze toch dachten dat ik te weinig discipline zou hebben, omdat ik carnaval dus boven de auditie had gekozen. Dus ik was gewoon niet goed bij stem. En toen zei mijn moeder, want ik had al opleiding mbo in de zorg gedaan. Ja. Zei mijn moeder, ga maar naar de HBOV toe. Want daar laat ze altijd, het was al in de zomervakantie, mensen toe. Dus eigenlijk door mijn moeder ben ik uiteindelijk de HBOV gaan doen. In eerste instantie van, nou, dan kijk ik een jaar aan om te zien wat ik later wil worden als ik groot ben. En eigenlijk ben ik zo eigenlijk in de zorg overal ingerold. En ik ben nog steeds op zoek naar wat ik later wil doen als ik groot ben. Ja, en inmiddels mag je eigenlijk niet vragen aan een vrouw. Hè. Dat is me ooit geleerd. 52. Hoeveel zeg je? 52. 52. En op 52-jarige leeftijd heb je een carrière dus, mbo, hbov, daarna management, ziekenhuis en instelling nog gedaan. Klopt. En toen ben je ook op de hogeschool in Amsterdam terechtgekomen voor de SPV. Ja. En nou, zoals je weet, wij zoeken collega's op in het land. En dan ben je ineens een straatzuster geworden. En een straatzuster die samenwerkt met een wijkagent. En die zit tegenover je. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Jan Jacobs. Ja. En wijkagent. En een Nijmeegse wijkagent bekroond met een politieprijs vanwege zijn zorg voor daklozen. Blauwe hart heb je gewonnen. Ja, dat was een hele eer. Ik was genomineerd door mijn team voor het werk wat ik op straat doe, maar ook voor het werk wat ik binnen doe. En dat vond ik een hele leuke, een hele leuke prijs om te ontvangen. Waardering, erkenning voor het werk wat jij doet. Inderdaad. Ja, en het maakt het best wel speciaal in deze podcast dat Bert en ik hier zijn in Nijmegen en dat we deze twee mensen tegenover ons hebben zitten. Want wat SPV eigen is, is dat we heel veel samenwerken met andere mensen. En als jij nu, Wendy, hè, als je zo naar Jan kijkt, en we hebben in de voorbereiding al het nodige gehoord, ze kijkt nu met een soort van verliefde ogen even naar Jan. Hey, wat maakt nou dat je zo'n combinatie kan maken met Jan? Wat maakt hem zo speciaal als wijkagent? Waardoor jij zegt als SPV, nou, daar kan ik echt zo goed mee samenwerken. Nou, wij zeggen thuis altijd niet lullen, maar poetsen. Niet lullen, maar poetsen, Contact met Jan was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Dat was een klik. Ja. Ik bedoel professionele klik, professionele liefde. Kun je die klik nog naar voren halen? Dat de eerste moment dat je dacht van, nou, met die agent heb ik iets. Dat voelt meteen goed. Ja, dat was gewoon de kennismaking, de hand geven en meteen het gesprek wat er was. Ik weet nog wat het was. Hij was met de oprichting van de buitenzorgartsen. En dat was in Titus Brandsma wijkcentrum. En daar waren een aantal. Ik was in die tijd wijkagent in het centrum. Ja. En zag dat er heel veel psychiatrie op straat liep. Maar ook heel veel mensen die alcohol of drugs gebruikten met allerlei verwondingen.
En als wij als politie zo iemand aanhouden, ben je niet blij dat je zo iemand helemaal tot op zijn blote kont moet strippen en fouilleren om te kijken of hij drugs of wapens bij zich heeft. In die tijd was plastic handschoenen, die deed je bijna nooit aan. Die had ook niemand bij zich. En toen we gingen buiten, een aantal artsen die gingen een buitenzorg oprichten in Nijmegen. Dat praat ik over 15 jaar geleden. Ja. En toen kwam ik Wendy tegen en we kwamen in gesprek. En we hadden meteen een klik. Ik denk, jij snapt het. Jij snapt het. Want als wijkagent heb je natuurlijk ook, zeker met crisissen, met dingen die je op straat tegenkomt, heb je ook regelmatig met SPV'en te maken. Ja. En wat maakt dan Wendy zo speciaal? De oprechte betrokkenheid. Liefde voor mensen. Liefde voor mensen. Ja. En dat is wat jullie verbindt. Ja. 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 Ik was vorige week de moeder van Jan was overleden. En ik zat in de kerk en ik hoorde gewoon over alles wat er over moeder werd verteld. Ik ken moeder alleen van foto's en van horen zeggen. Maar ik zag Jan er helemaal in terug. En wij zijn allebei in een dorp opgegroeid. En allebei meegekregen van ouders uit van zorgen voor elkaar. En dat zit er gewoon... Helemaal in bij ons, bij ons allebei. Ik zeg altijd, zorgen moet je niet maken, zorgen moet je doen. Ja, precies. En dat zie je zonder anderen tekort te doen. Maar bij hulpverleners zie je heel vaak een 9-5 mentaliteit. En na 5 uur moet er ook gezorgd worden. Dat is het verschil. En dat is Wendy. Ja. Die kijkt niet, die is out of the box. Ja. Die kijkt ook buiten kantooruren. Ja, dat klopt. Die kijkt naar de mens. Ja. Ja. En dat verbindt jullie. Dat is een mooie start van zo'n gesprek. Want hoeveel jaar zijn jullie nu bezig, Wendy, met elkaar? Want hij had het over 15 jaar dat hij buitenarts opgezet. Ja, maar de laatste 10 jaar veel intensiever. Ja. Ja. Veel intensiever. Ja. Als we dan naar de SPV-zorg gaan, hè, want we hebben het natuurlijk in deze podcast over de competenties, over van hoe sta je nou in het werkveld als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Wat maakt het nou zo speciaal voor jou om vanuit jouw discipline, vanuit wat jij aan competenties hebt, binnen Nijmegen dan jouw werk te doen? Als soort van straatzuster wat je bent geworden. Ja. Om de mens als totaal te zien en niet als iemand met een psychiatrische stoornis. Of met een met verslavingsproblematiek of met een open been. Kijken zeg maar naar wat iemand zelf vindt wat er nodig is. Dus dan moet je contact leggen en vertrouwen krijgen. Ja. En dat is eigenlijk wat ik zelf heel belangrijk vind. En wat ik bij Jan zie, maar ook bij heel veel meer politieagenten. Want de politie heeft, Jan zegt het altijd, hulp verlenen aan hen die het behoeven. Dat is gewoon, daar heeft de politie moeten een eed voor afleggen, zoals wij dat ook moeten doen, hè, als verpleegkundige en als SPV. Ja. Maar dat doet de politie ook. Dus je hebt raakvlakken. En wij zeggen altijd, wij willen allebei dat het goed gaat met iemand. We hebben de neuzen staan dezelfde kant op, we hebben alleen een andere pet op. Ja. En wat is dan, Jan, wat is dan die andere pet? Want bij de politie kun je nog over een politiepet hebben. Ja. Maar wat maakt die andere pet op? Waar ligt die scheidingslijn dan van hulp geven in een crisissituatie? Je bent samen op straat. Waar liggen dan de grenzen De andere pet zit juist in andere mogelijkheden. Mm-hmm. Ik kan als politieagent veel meer dingen afdwingen als dat in de zorg kan. En als je samenwerkt, dan heb je het beste van twee werelden. Dan kun je en zorg bieden en de zorg afdwingen. Ja. Want als je op straat iemand hebt die slecht voor zichzelf zorgt, waar eigenlijk een opname zou moeten worden, dan kun je als hulpverlener zeggen van, nou, je moet eigenlijk opgenomen worden. Ja, maar ik wil niet en ik loop weg. En ik hou hem vast. Het gaat wel gebeuren. Ja, want dat is wel wat je als SPV tegenkomt. Dat de politie soms ook zegt bij een crisis. Deze vrouw, die hebben we al een paar keer gezien. Een aantal keren de afgelopen weken. Die heeft nou eindelijk eens een opname nodig. Zorg ervoor. Ja. En dat kan ook. Hè? Zoals jij nu zegt, vanuit jouw inschatting, vanuit jouw ervaring kun je zeggen. Die moet gewoon opgenomen worden. Ja. Want, en dan kom je de SPV tegen. Ja, maar ik werk bij de GGD en niet bij de GGZ. Ja, dus ik kan niet zorgen dat iemand wordt opgenomen. Maar ik heb wel weer korte lijntjes met de crisisdienst. Ja. En ik kan wel, want ik werk ook voor de buitenzorg. Hè, dus dat is huisartsenzorg. Dus ik heb niet per se de politie nodig om iemand bij een crisisdienst te krijgen. Dat kan ik ook met de huisartsen van de buitenzorg. Maar we hebben
redelijk korte lijntjes. Ik kan niet regelen dat iemand opgenomen wordt. Nee. Maar ik kan wel zorgen dat degene die vanuit de psychiatrie betrokken is... ook contact legt met de politie. En die dus samen in contact brengt. Ja, ja. Je bent dan ook wel... Dat de politie dus weet van... hey, die patiënt van jullie komen wij heel vaak tegen. Dan is het fijn dat de politie die zorgen kan neerleggen bij de hulpverlener. Ja. En de hulpverlener kan zeggen... hey, ik heb de politie nodig om iets in gang te zetten, te forceren of iemand zover te krijgen. Dus je bent ook professionals met elkaar aan het verbinden. Ja, precies. Dan vanuit die OGGZ ben je ook wel bemiddelend of toeleidend. Ja. Ja. En wat maakt het even anders, hè? Vanuit de OGGZ als SPV en bijvoorbeeld de crisisdienst? Schuurt het af en toe daar ook tussen wat jullie doen of qua beoordelen, inschatten? Het schuurt natuurlijk af en toe omdat een crisisdienst... die kijken naar de psychiatrische crisis en die moeten daar iets mee doen. En dat schuurt af en toe omdat jij het hele totaalpakketje ziet. Ja, ja. Dus dat is af en toe wel lastig. Ja. Kan je dan ook wel eens in conflict komen? Omdat jij vanuit een totaalplaatje kijkt, ook samen met Jan. Je ziet iemand op straat en jullie schatten dat samen in. Van hé, wat is er nou nodig? En wanneer komt dan die GGZ om de hoek kijken? Wanneer? Of wat? Dat is voor ons ook wel een beetje nieuw, hè? Niet iedereen is ook bekend met die OGGZ, ook als SPV. Ja. Wanneer maak je zo'n inschatting van, nou, nu moet er echt wat gebeuren en crisisdienst, ga even datgene doen wat wij nu inschatten aan wat nodig is? Wat wij als voordeel hebben, omdat we heel vaak samen de straat op gaan, dat je soms ook langer contact hebt met een cliënt, dat je beter weet wat er allemaal aan de hand is. Mm-hmm. En op het moment dat die eigenlijk beoordeeld zou moeten worden, en dat die net niet dat ene kleine stukje laat zien om hem op te laten nemen, terwijl wij weten dat de onderhuids wel zit. Ja, ja. En forceren hou ik niet van. Nee. En als ze alcohol of drugs gebruikt hebben, vind ik het vaak te makkelijk dat ze zeggen, ja, het komt door de alcohol of de drugs. Nee, kijk even beter. Het is meer als antisociaal gedrag, het is echt psychiatrie. Dat is niet mijn vakgebied. Ik heb er natuurlijk wel verstand van. Maar toch zeg je, het is echt psychiatrie. Ja. En dat is jouw inschatting dan. Ja. En als er dan een stukje gemist wordt, Wendy, dat stukje om toch die opname voor elkaar te krijgen, omdat jullie vanuit het totaalplaatje kijken, je kent iemand al langer, en de GGZ zegt van ja, maar wij schatten in dat het niet nodig is. Zit je wel eens in die spagaat? Natuurlijk zit je af en toe in die spagaat. En mij helpt het dan om dan dus ook wel even te zeggen, weet je, prima, jullie beoordeling, ik denk er anders over, maar het is jullie verantwoordelijkheid nou. Ja. Weet je, zij maken de beslissing en dat is ook, dan moet ik ook zorgen dat de aap zeg maar van mijn schouders weg is, want anders houd ik er zelf last van. Ja, precies. Dus dat helpt. Ja. Hebben jullie, want je zegt dat zo, hè? Daar heb ik moet het loslaten, ja, toch, want anders heb ik er last van. Ja, maar toch is dat lastig. Dat is. De menselijke maat vind ik ook heel erg belangrijk. Het zou je broer of zus maar zijn, of je vader of moeder. Ja, en ik begrijp dat er soms geen plek is en dat er afwegingen gemaakt moeten worden en keuzes gemaakt worden, dat er altijd ergere zijn. Alleen op dat moment moet je wel dealen met diegene waar je op dat moment zorgen over hebt. En ik als politie heb dan ook nog erbij dat de samenleving ernaar zit te kijken. En die zegt van politie, doe er eens iets aan. Want hij loopt al weken, maanden overlast te veroorzaken. En wanneer wordt hij nou eindelijk eens opgenomen? Ja, zorg dat wij er geen last van hebben op straat. Ja. Of bij de winkels, of in een portiek. Ja, of... precies. Helemaal dat. Hey, ja. En hoe doen jullie dat dan? Als jullie ook wel eens even zo'n situatie hebben, hè, dat je zegt van oké, het is niet meer aan ons. Wij moeten nu loslaten. Maar je kunt er wel last van hebben. Hoe praten jullie daar dan samen over? Hoe doen jullie dat dan? Want dan neemt de GGZ het over, je laat het los en je weet dat hij niet opgenomen wordt. Ja. Hoe heel eerlijk, communiceren jullie daarover? Ik laat het nooit helemaal los. Als ik niet linksom kan, dan ga ik rechtsom, maar ik blijf daarin volhouden totdat er eindelijk zorg komt. Ja, nou ja, we hadden laatst een voorbeeld en er was een jongen en die was van de busbaan afgehaald. En die was in de war, maar mogelijk had hij ook iets gebruikt. En uiteindelijk werd hij heen gezonden. De crisisdienst kwam en die hebben hem beoordeeld op locatie. En die zeiden, ja, weet je, de mensen die betrokken zijn, die zeggen
dan opname niet helpt. Heb ik het daarna, weet je, soms heb je het er met Jan nog over, dan had ik het er met de huisartsen over, want daar had ik mee afgesproken dat we de crisisdienst zouden bellen. En toen had de huisarts zoiets van, ja, weet je, maar dit vind ik niet oké. Ik ga toch nog even bellen. Dus die is nog gaan bellen met de crisisdienst. De crisisdienst heeft het intern ook nog besproken. En die hebben gezegd van, oké, met deze bevindingen, die zeiden, nou, het is een beetje ook nieuwe informatie, die hadden we vanochtend nog niet. Dus met deze bevindingen is het prima dat als de politie hem nog een keer aandient vandaag, voor ons voor een beoordeling, dat we dit eens mee kunnen nemen en kijken of we toch iets anders kunnen doen. Nou, toen is die man niet meer bij de politie in beeld geweest, maar toen hebben ze wel gezegd, geef dan het advies dat er een zorgmachtiging wordt afgegeven, want dan kunnen we iemand langer opnemen en ook kijken wat er aan de hand is. En dan is op dat moment iemand niet opgenomen, loopt die nog rond, waar ik iets van vind, want ik ben het met Jan eens, het zou je kind wezen. Maar denk ik wel, zijn er wel weer openingen, heb ik wel weer lijntjes gelegd. Wat breder ingekaderd, precies, zeg maar. En heb je mensen wel weer advies kunnen geven van, hey, denk hier ook aan, want de crisisdienst denkt nu ook dat het helpend kan zijn om iemand wel langer op te nemen. Ja, ze denken mee. En dan zijn cirkeltjes uiteindelijk wel rond, maar dan gaat inderdaad dan wel de avond en de nacht overheen. Dus helemaal loslaten doe je het dan niet. Nee. Maar ik slaap er ook niet slechter van. Nee, dat is ook wel weer je ervaring. Ja. Van, je weet ook wel weer van, heel veel casussen komen wel weer terug. We kunnen ter plekke doen wat we, wat we willen. Of waarvan we denken van, dat zijn de beste oplossingen. Ja. Maar morgen is er weer een dag. Precies. En soms helpt het, weet je, dan stuur je zo'n appje met zo'n smiley, met zo'n rood gezichtje of van zo'n stoom uitkomt naar Jan. En dan, weet je, daar is dan ook fijn, dan is het ook weg, zeg maar. Ja, dus dat doen we dan ook nog. Moment. Ja. Want Jan, jij zegt ook van, nou, als die het linksom kan, dan gaan we rechtsom. En op LinkedIn of zo zag ik een berichtje ook van Monique Daal erop. Ja. Die heeft erover geschreven, hè, van onze Jan. En die zegt een aantal dingen even. Hè, van, dat is wel kenmerkend, denk ik, voor jou, waar ik nu tegenover zit, zo'n wijkagent. Jan, we hebben een huisje gekregen voor Housing First met adres. Moeten we ergens rekening mee houden? Jan, een meneer. Kan die meneer voor Housing First aangemeld worden? Jan, we hebben een overleg. Jij kent hem goed. Schrijf je even aan. Jan, kan je even met me meegaan naar... Jan, die desbetreffende persoon, kun je die naar huis brengen, naar zijn ziekenhuisopname? Nou, en zo heb ik een heel rijtje van die Monique Daalderop van Housing First. Die besluit het stukje met heel erg verdient die prijs. En dan gaat het natuurlijk over... Over de blauwe aard. Dus ja, ik snap die erkenning. En ik snap ook waarom Monique dit zo zegt. Ja. Ik denk dat je gevraagd en ongevraagd partners in de hulpverlening moet informeren over dingen. Binnen de privacyregels, daar moet je wel rekening mee houden. Maar het is heel belangrijk dat, vooral voor Housing First, als iemand op de nominatie staat om een woning te krijgen en ik weet dat hij nog een jaar de gevangenis in moet, stop die energie in iemand anders, want anders ben je die woning kwijt. En als die woning die hij krijgt, de vorige bewoner zoveel overlast heeft gegeven dat de buurt gewoon even geen krediet meer heeft voor een project als Housing First, dan moet je even een andere cliënt erin stoppen die minder overlast geeft. Ja. Dus altijd maatwerk. Jij denkt altijd wel wat in een bredere context. Omdat je natuurlijk heel veel mensen ook kent, ook uit het circuit, waar jullie met name mee te maken hebben, met bemoeizorg. Ja, ik probeer dat wel. En dan kun je je afvragen van, is dat politiewerk? Ik denk van wel. Want als je het niet doet in de preventieve sfeer, dan komt het via de andere kant een boemerang terug. En dan moet je als politie er heel veel inzet en energie in stoppen. Ja. Dat is verloren energie. Ja. Ja, ik denk, kom je dat ook tegen, Wendy, van een naam, hè, dat out-of-the-box denken. Want wat ik regelmatig terughoor, is dat we heel erg in schotten denken. Hè. Iedereen, absoluut, zeker met de financiële situatie, instellingen die rode cijfers hebben, die zeggen van, 10 behandelingen, dan gaat iemand de straat weer op. Of we stoppen ermee. En dan krijgen we zelf die effecten weer op straat. Bemoeizorg. Wat maakt het nu zo kenmerkend binnen Nijmegen, binnen deze stad, dat jullie als combinatie ook er moeten zijn, die straatzuster en die wijkagent?
om mensen dus laagdrempelig toe te kunnen leiden naar de juiste plek. Daar alleen al voor, maar ook om wel alle mazen in de hulpverlening te signaleren en daar iets mee te doen. De mazen in de hulpverlening, kun je een voorbeeld noemen? Ik weet dat er mensen buiten liggen die een zorgmachtiging hebben. Mm-hmm. Waarbij het niet lukt om ze op te nemen, om wat voor reden dan ook. Maar dan zijn er beperkingen binnen de psychiatrie. Als je het daar bij laat, zeg maar, wordt het nooit opgelost. Ja, dan blijft als diegene je... buiten liggen. Ja, dan blijft diegene buiten liggen en komt gebeurt nooit binnen, het de volgende krijgt hij de zorg keer niet. Precies hetzelfde. Ja. Want we verwachten overal altijd heel veel van mensen. En voldoe je niet aan die eisen, dan kom je op bepaalde plekken niet binnen. Ja. En eigenlijk moeten wij continu bij alle mensen waar onze zorgklieren harder voor gaan werken, zeg maar. Ja. Daar moet je de hele tijd out of the box denken. En vooral andere mensen motiveren om ook een keer met andere ogen daarnaar te kijken. En de deur weer op een keer te zetten. En als ons dat dan niet lukt, dan kan ik het in ieder geval binnen het team bespreken. Van, hey, herkennen jullie dit? Mm-hmm. Maar dan dus ook met mijn leidinggevende. En dan komt er uiteindelijk dat je een keer met een geneesheer directeur om de tafel zit. Om dan het probleem buitenslapers met ernstige psychiatrische problemen, om daar eens mee om de tafel te gaan zitten. Om te kijken, hey, wat kan dan wel? Ja, in plaats van waar je allemaal tegenaan loopt. Ja. Wat geblokkeerd wordt of de deuren zijn dicht. Precies. Omdat ze waarschijnlijk soms ook al een geschiedenis hebben bij die verschillende instellingen. Dat kan ook nog dat kan. En dat weet ik dan af en toe niet. Hè. Nee. Dus daar kun je er van alles van vinden, maar dat heeft niet zoveel zin. Het gaat erom dat je met elkaar gaat proberen te kijken naar oplossingen. Mogelijkheden. Ja. Ja. Dat is... Jij zit echt zo te luisteren van dit is precies waar het om over gaat. Ja, ik zie dan als ze het zitten vertellen, dan zie ik allemaal figuren voorbij komen lopen die daarvoor in aanmerking komen. De paradijsvogels worden ze vaak genoemd. Ja. Als voorbeeld in het Domushuis, daar zitten verslaafden, die zijn al langer verslaafd als dat ik bij de politie werk. Mm-hmm. En ik werk al 46 jaar. Ja. Als die in de andere zorg, dan wordt er gezegd van, nou, we gaan een behandelplan maken samen met jou om van je verslaving af te komen. Je kunt er ook voor zeggen van, we gaan jou menswaardig huisvesten en we helpen jou met jouw verslavingsproblematiek en voor de rest laten we jou lekker met rust. Leef je leven. In plaats van na 2 jaar niet voldoen aan het behandelplan en dan de straat op gezet worden. Daar heb ik moeite mee. Oh ja. En andere vormen van huisvesting, creatiever. Ik heb een man die woont in een hol in het bos, echt een hol in de grond. Daar heeft hij alles bij elkaar 20 jaar gewoond op verschillende locaties in Nijmegen. Die hebben we met hulp van de RIBW in een caravan gekregen. Die staat hier op een landgoed van iemand, hartstikke illegaal, maar het functioneert wel. Hij komt 2 keer in de week zijn leefgeld ophalen bij de RIBW en hij heeft een menswaardig leven. Hij ligt warm, droog. Op maat. Op maat. Eigenlijk het leven waar hij voor kiest, ja. Maar dan wel menswaardig. Ja, en dat hebben we in Nijmegen gelukkig met zorgwoningen voor een aantal paradijsvogels, maar dat heeft heel lang geduurd en we hebben gewoon veel te weinig. We hebben er maar 7 of 8, terwijl we er misschien wel 50 nodig hebben. Ja. Ik wil wel even, want jij zegt een leven waar hij voor kiest. Ja. Er is niemand die zegt, later als ik groot ben wil ik dakloos worden. Ja, precies. Het aanbod wat we hebben is niet passend en dat is iets anders. Dus mensen kiezen dan voor... Kluizenaar of... Die kiezen iets anders omdat ze niet kunnen functioneren in al die hokjes die wij hebben gebouwd met elkaar. Ja. Dus dat vind ik wel... Het is goed dat je daar terugkomt, ja. Want dan lijkt het zo, omdat iemand op straat leeft, en dan lijkt het mooi dat hij nog een caravan krijgt. Maar uiteindelijk heb je er nooit voor gekozen. Precies. En als je kunt het ook, want Jan zegt, het is menswaardig. Ja. Als je de caravan zelf ziet, dan denk je niet, dit is menswaardig. Ik zou het heel veel mensen gunnen die waar het hoofd zo druk is, zeg maar. Dat je daar gewoon een tiny house op een... heel rustig prikkelarm plekje zou kunnen neerzetten, waar je gewoon stromend water zou hebben, waar je gaswater ligt, alles gewoon hebt wat iedereen heeft. En dat het menswaardig is. Zonder dat de stad last heeft van die persoon, maar zonder dat die persoon ook last heeft van die hele, hele erg drukte van de stad. Ja, precies. Dat zou ik gunnen. Waar dat die niet in kan functioneren. Ja. Ja.
Ja, nou, dat is mooi. Ja, ik zie wat er tussen jullie gebeurt. Hè. Dit is ook wat jullie samen doen. Hè. Ja, absoluut. Want ja. Jij geeft een, jij knikt en je raakt nu Wendy even aan. Even een soort van box. Ja. Van ja, dit is heel goed gezegd, Wendy. Hè. Als ik dan naar jullie als duo kijk. Als je dat meer landelijk zou brengen. Hè, en misschien weet je daar al veel van. Jij hebt een, je hebt een goede podcast gehad. Je wordt heel erg gewaardeerd. Je wordt misschien wel de beste straatzuster van Nijmegen. Hè? Word je genoemd. Jij als wijkagent doet ook werk wat een beetje buiten, een beetje ook out of the box is als wijkagent. Je ziet de mens, die zien jullie allebei. Hoe zou dat nou kunnen overdragen ook aan SPV'en hè, binnen de LOGGZ? Ook landelijk, naar al die steden. Want eigenlijk wat hier in Nijmegen gebeurt, zal in alle steden gebeuren. Is daar, spreken jullie daar wel eens over? Ook met collega's in het land of in de provincie? Om dit kader ergens neer te kunnen zetten? Ik zit in de landelijke straatdoktersgroep, zeg maar. Ja. Dus daar zitten alle mensen die hard voor de zaak hebben, zeg maar, voor dezelfde doelgroep. Ja. Ik zou gunnen dat de politiek en de gemeentes dus de ruimte en de vrijheid krijgen en kunnen pakken om juist de mensen die 24 uur per dag eigenlijk betrokken zijn bij deze doelgroep, om die erbij te betrekken, om te kijken wat er nodig is. Mm-hmm. En om mensen mandaat te geven. Dat zou helpen. Ja. Het is ook niet helemaal uniek wat wij doen. Nee. Landelijk gebeurt er meer. Hè. In Twente, dat gebeurt enorm veel. In Twente natuurlijk. Heb je een club die doet street triage, dat de politie samen met hulpverlening de straat op gaat. Daar gaan we nog een keer naartoe, Jan. Daar gaan we ook nog een keer Heel interessant. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Wij zijn niet de maat bij met z'n tweeën. Wij doen wel iets heel bijzonders. En dat is ook omdat het ons gegund wordt. Ik ben helemaal vrijgemaakt als wij geen zorgmeiders. En ik vul mijn eigen agenda in en ik bepaal bijna tussen aanhalingstekens wat ik de hele dag zelf doe. En dan kun je ook veel intensiever samenwerken. En ik heb een heleboel collega wijkagenten die op een hele mooie manier ook samenwerken met allerlei hulpverleners. Alleen, die moeten ook de noodhulpdiensten meedraaien en andere meldingen. Dus dan wordt het wel lastiger. Ja, maar die mensen zijn er. Er zijn heel veel mensen. Ja. Maar ook qua politiek, ook binnen de gemeentes, binnen de provincies moet daar wel ruimte voor gemaakt worden om dit ook goed neer te kunnen zetten. Ja. Hey, en als je dan naar de functie kijkt, Jan, Wendy is SPV. Is het dan echt voor de SPV om dit werk ook te doen? Past het bij de functie van SPV? Ja, want de bagage die ze heeft, die heb je heel hard nodig om op de straat de goede diagnoses te kunnen stellen. Zo. Wendy, jij luistert daar even naar. Ja, nou ja, ik denk al SPV eigen. Ja, maar dan het sociale stuk, dat vind ik zelf het allerbelangrijkste. Sociaal-maatschappelijk. Ja, absoluut. Ja. De psychiatrie, dat is ook meer ook richting de crisisdienst en de GGZ-instellingen. Ja. Maar het sociaal-maatschappelijke, dat is zo'n groot stuk, denk ik, wat ertoe doet. Ja, absoluut. En waar je dus ook juist het contact kunt krijgen met mensen en vertrouwen kunt krijgen. Ja. Als je juist in dat stukje meegaat. En dat past dan wel weer bij de SPV-competenties. Absoluut. De sociale psychiatrie. Ja. Hè? Daar zijn boeken over geschreven. Ja. SPV, in dit geval ook wel vrouwen die daarover geschreven hebben. Hoe belangrijk dat stuk is. Heb je dan, want als we een beetje richting ook een afronding gaan van zo'n podcast, want je gaat zo richting een half uur, 35 minuten podcast. Heb je dan nog adviezen aan onze SPV-beroepsgroep? Om daar misschien ook meer aandacht aan te geven aan onze collega's in het land? Nou ja, sowieso volg je hart. Dan laat je nooit in de steek. En probeer buiten hokjes te blijven denken. Want er zijn altijd mensen die dat ook kunnen en willen. Zorg voor iemand alsof het je eigen kind of vader of moeder zou zijn. En als je dat doet, of je nou SPV, verpleegkundige, bakker of politieagent bent, maakt eigenlijk niet uit. Maar ik zou willen dat we in ons land allemaal weer zo zouden kijken naar elkaar. Ja.
Maar dat vraagt dus wel het initiatief nemen om je te laten horen, ook als SPV, ook voor deze doelgroep, ook voor die sociale psychiatrie. Ja. Want daar zijn we ook heel erg mee bezig binnen de SPV-beroepsgroep. Van neem het initiatief ook naar de gemeente, naar de instellingen, om dit ook neer te zetten. Ja. En dat je niet in hokjes denkt, want dat hoeft eigenlijk niet. Nee, je hoeft niet op je eilandje te blijven zitten. Ja. Zoek de mensen die je kunnen helpen. Precies. Want je moet het samen doen. Ja. Ja. En samen doen, dan kijk ik ook naar Jan. Jan, je bent, dat vertelde je ook bij de voorbereiding, je bent ook aan het nadenken om dit stuk werk ook een keer af te ronden. Ja, dat klopt. Wat zou jij aan jouw collega's ook mee willen geven? Met name in de samenwerking ook bijvoorbeeld met een voorbeeld, onze straatzuster. Ja, het devies van Wendy is dat je werk moet doen met hart en ziel. En eigenlijk heb ik daar niks aan toe te voegen. Als je werk met hart en ziel doet, echt betrokken bent en de menselijke maat hoog houdt, dan komt die samenwerking met andere partners ook goed. Want die zien heel goed hoe jouw betrokkenheid is en die kunnen dan ook niet achterblijven. Dan laten ze niet in de steek. En accepteer ook van andere partners dat het soms even wat lastiger is. Als er hard bezuinigd wordt op een instelling, kun je wel lelijk doen, maar je verandert er niks aan. Als politie, als politieagent. Ja. Ja. Maar ook andersom. Vanuit de SPV, de GGZ ook, of de OGGZ. Ja. Van, agent, waar blijven jullie nou? Neem die man mee. Ja. Maak vooral geen ruzie en kijk waar je echt samen kunt werken. Vanuit het hart. Ja. Nou, dat vind ik wel een hele mooie afronding, denk ik, van deze podcast. Van, ik zie gewoon twee mensen die vanuit hun hart en vanuit de professie, die combi moet er natuurlijk ook zijn. Maar dat jullie dat als een grote waarde zien. Zeker. In het werk hier in Nijmegen. Absoluut. Ja, helemaal. Hey, dank jullie wel dat we hier mochten zijn met de podcast. En ik denk dat jullie heel veel mee kunnen geven, zo als mensen luisteren vanuit je beroepsgroep. Maar misschien ook wel nu dat jij kan zeggen, Jan, aan je collega's van, hey, luister op Spotify of op YouTube naar die podcast. Want daar zit ik en daar vertel ik over ons belangrijke werk als wijkagent. Oké, graag gedaan. Hey, dank jullie wel. Graag gedaan. En heel veel succes nog in de toekomst. Dank je wel. Dag. Doei. Dit was weer een aflevering van de SPV-podcast Onderweg. Wil je ook in gesprek met Richard? Nodig hem dan uit door een e-mail te sturen naar podcast@vnvn-spv.nl. Vergeet het streepje niet. Ja, wij zijn de SPV. Hey, hey. Hey, hey. Ja, wij zijn de SPV.